Welkom bij dag 4 van de cursus kabelbreien. Vandaag leg ik je het tweede deel van de kabel uit. En dan kan je helemaal verder. We gaan vandaag starten met het tweede deel van de kabel, dus dit stukje. Wat jullie gisteren hebben gedaan, dat zie je hier al mooi opkomen. Dat is deze vorm die je aan het maken bent. Gisteren heb je tweemaal de kabelnaald gebruikt. Eenmaal achter je werk, eenmaal voor je werk. Vandaag gaan we de kabelnaald maar voor eenmaal gebruiken. Dus gaan we starten met het breien van 3 steken recht. 1, 2, 3. Want nu gaan we eigenlijk dit stukje maken. En dat doen we door onze kabelnaald te nemen en weer 3 steken achter ons werk te zetten. Ik ga het eventjes zo laten zien. 1, 2, 3. Je zorgt dat die mooi in het haakje liggen. En dan neem je ze mee even achter je werk. Ga je weer 3 steken recht breien. 1. 2. 3. Dus je hebt al 6 steken na je steekmarkeerder. En dan ga je de steken van achter je werk terug ophalen. Die gaan we nu breien. 1, 2, 3. Dan mag die kabelnaald weer even aan de kant. En dan ga je verder de steken recht breien. Nu zie je dat hier de kabel ook begint te groeien. Wat je nu verder gaat doen, is steeds de tussenrijen breien. Dat is telkens een rij averecht, een rij recht, een rij averecht. En dan de kabel verder opbouwen. Deze kabel is dezelfde als deze en zo verder. De tweede kabel is dezelfde als deze, deze en zo verder. En zo maak je je volledige vest. Zo, nu ben je helemaal vertrokken met je kabelbreiwerk. Morgen ga ik je nog uitleggen hoe je je kabel kan afwerken en kan blokken.